Yo mensen, mijn naam is Link, zijn naam is Joost en zijn naam is Duncan. Oh jezus. Vandaag gaan we spelen Smash of the Waarheid. En de vorige aflevering heb ik samen met Don gedaan, linkje staat ervan in de beschrijving. Vandaag speel ik samen met Duncan en Joost. We gaan het in een ander mapje doen, namelijk de Fun Wheel. Versie 2. Doe al echt al een duimpje omhoog. Allemaal random. En dan gaan we gewoon twee stokjes doen. En degene die als eerste af is, die moet een waarheidje beantwoorden. Wow. Die zometeen wordt verteld door een mysterieuze gast. Maar wat, ik ben hier de slechtste in Smash, ik ben fucked. Ja, maar het is ook een wiel. Het is een wiel. Je moet gewoon springen. Ik ben Pikachu. Ik ben een Sponge. Oh nee. Ik leef nog één. Nee. Ik ben al dood. Link. Oh nee, ik zal ook dood. Oh nee, dood. We zijn allemaal dood. Blijf wel lekker lang hier staan. Oh nee. Jeet. Oh nee, ik moet gaan door lava. Hé, ik leef nog. Hou je vloer is lava of de vloer is wiel? Oh god, ik ben dood. Ik ben al dood. Nee, je zit dood, Link. Ik kan rollen! Wat, ben ik nou verloren? Ja! Het scheelde één frame, hè? Ja! Weer! Let's do gaming all over again! Verloren op één frame! Mysterieuze vrouw, mogen we van jou een lekker sampig, echt wel een lekker beginnend vraagje? Wat is het domste dat je je partner hebt verteld tijdens seks? Nou, Joost. Dat wil ik nou echt wel weten! Het domste? De quote, ik hou van je. Dat is wel een grote fout. Dat is een grote fout. Je weet wel dat tijdens de seks af en toe vacuüm ontstaat en dat je dan zo'n scheet hoort, right? Ja. Ik denk dat ik gewoon heel hard lachen als dat gebeurt. Ja, maar dan zijn we ook wel lekker man. Ja, of gewoon doe, weet je wel. Ja. Heb je ooit een keer de verkeerde naam gezegd? Nee, nooit gebeurd. Jij wel? Nee. Oh. Ik heb geen seks, ik ben minderjarig. Oké, okay. Dat is goed dat je het zegt. Hier ben ik. Oh nee. Hier ben ik. Link! Wat? Ik ben jou. Ja joh, ik ben... Ken. Wie? Die ken ik niet. Even gewoon vast. Volgens mij heb ik hier de beste recovery. Ik ben hartstikke dood. That's one. Oei. Jongen, jij teleporteert gewoon. Stinkt. Ik teleportaant die. Nou, ik heb al een gevoel dat ik een lekker vraagje ga krijgen. We kunnen elkaar dus ook uitsmacken. Als we ja, maar ik ga nog wel ja, goed maar ik ga dat niet proberen, man. Ik ben niet eens goed in dit spel. Niet. Oh nee, ik zei ik ga goed en ik ben dood. Paul, ja, mijn politiek is ook een goede... Nee! Link is neer! Ja, maar jij hebt een hele goede recovery, Duncan. Oh, ik heb je één keer gekild. Oh, vrouwenstem, gooi ons een waarheid voor Link. Wat is je wildste fantasie? Dat hoeft niet seksueel te zijn. Ja, dat moet wild zijn. Weet je wat nou echt wild is? Dat je gewoon één vrouw hebt. Wat nou als je twee vrouwen hebt? Oh. Dat is wel een wilde fantasie. Die is wel wild. Die is wel wild, ja. Twee vrouwen? Twee van wel. Twee vrouwen tegelijk zoenen. Dan zie je het de gatveren. Dat heb ik al gedaan. Daar was ik bij. Wat? Nee! Nee! Yes! Dunk ik iets. Ja, ik ben Little Mac! Duncan instant win! Ik ben Little Mac! Oei, oei! Duncan heeft instant win. Oei, jongen. Maar hartstikke goed, makkers. Ho, wat is dit? Oei, ik ben dood! Jones! Nee, waarom leef jij nog, Link? I'm Little Mac, man! What the hell? Okay, I'm Little Mac, man! Ik ga jullie een kans geven, oké? Okay? Doei. Ik heb gewoon nog twee levens. Oh ja, dus, neem mij niet uit, Link. Nee! Doe het, Jans! Yes! Hoe kan dat nou? Little Mac, go! Hoe kun jij nog steeds twee levens hebben? Ja, omdat die gozer echt gewoon wild is. Ik had echt gewoon complete slechte RNG met oh, wat? Nee! Hell yeah! Ik was geland! Welkom bij een nieuwe aflevering van Joost tot de Waarheid. Met welke persoon in dit spel wil je niet op een verlaten en onbewoond eiland achterblijven? Duncan. No! Maar dat is gewoon meer omdat ik al met je woon en ik wil gewoon een nieuwe verse ervaring. Ja, dat snap ik. Dat zou ik ook zeggen, ja. Duncan ben ik gewend om gewoon een verse ervaring. Ja, je wilde graag even met mij willen loeren, hè? Gewoon even benieuwd. Gewoon benieuwdheid, snap ik. Ja, maar benieuwd. Zou je het overleven met Link? Nee. Maar met mij ook met Duncan ook niet. Als je onbewoond bent. You're dead. Anyway. Oh, Zelda. Oh my god, die met doors, die is best wel chill hoor. Is het stil? Oh, die heeft ballonnen. Oh, de ballonsje. Ik heb sprong. Ik ben al meteen kijk, dood. Ik ben nu al dood. Wat? Ik had sprong en ik ging eens het gewoon neer. Ja, ik probeerde de ballonnen link dus en ik ging niet omhoog. Je moet blijven spammen, Jones. Sprong, 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 snelheid. Ik heb geen snelheid. Oh. Ik zit erin. Ik zit erin, boys! Wat? Wat? Ik zat erin! Link, dus! No! Oh. Oh, Joost. Joost, je bent mijn lol. Hij gaat gewoon dwars doorheen. Zag je dat? Ja. Hij ging er gewoon dwars doorheen. Daarom is hij waardeloos. Krijg ik gewoon geen vragen? Nee, maar jij bent gewoon veel te goed, Duncan. Ja, hoe dan? Zijn. Ik ben de slechtste in Smash. Ja, hij heeft de beste RNG. Je hebt wel de beste RNG, ja. Ja. Heb je ooit iemand van hetzelfde geslacht willen zoenen? Willen zoenen?
Nee. Zou je dit wel eens willen doen? Nou, Joost is wel een hele aantrekkelijke jongen. Maar Duncan is al minderjarig. Ja. Dus dat op zich niet. Nee. Ervaren. Nee. Ik heb niet het gevoel, volgens mij is het gewoon niet anders. Behalve dat het gewoon minder zacht is en meer harig. Jongens kunnen in het algemeen slechter zoenen. Dat heb ik inderdaad gehoord. Nou, dat heb je nog niet bij mij gezien. Allemaal je ring op 60% zetten. Hey, Mario! Ik pak jij eventjes een motor en een heat er even vanaf, Duncan. Ja, ik jou er vanaf. Maar ik heb ook best wel een chille. Oei, al. Ik heb Duncan geraakt. Hoe ben ik nou al dood? Duncan, we zijn allemaal dood. Lekker hoor. Maar ik kan het langs hier chillen. Ik ook. Oh yeah. Nou, jij niet als langs. Ja, maar ik bleef gewoon lekker langs chillen. Oh, ik wilde Joost echt jeeten. Nee! Oh, Joost, Joost. Ik heb mezelf gekilled door jou te raken. Oh, maar Link was al eerder dood. Link is gone. Oh god. Welke persoon in dit spel heeft een verkeerde partner? Je weet wat het is, jullie zijn de enige met partner. Ja, daarom komt hij ook. Je kan het niet jezelf zeggen. Kijk, ik moet zeggen, geen een van jullie erbij hebben een verkeerd partner. Maar als ik moet denken aan kinderdromen. Dan heb jij niet de goede uitgekozen, Joost. Get the hell out of here, women. Jij wilt al heel graag kinderen hebben. Jij wilt een carrière opbouwen. Het enige zeg maar, wat ik bij Duncan zeg maar, denk van, daarvoor moet je de dumpen is als ze geen vlees eet. Oh, ja, dat is wel waar. Maar weet je, dat is een eigen keuze. Voor meer informatie ja, over kinderwens, check de zolderkamer. Oliver! Ridley! Monkey! Oké, dat is allemaal een beetje... Ben je mooi zo'n Pac-Man? Ik ga meteen dood hier, wat is dit nou? Ah! Wow. Kijk hier, klunk. Wow, huh? Oh ja, je kan het ik ben nog iets geraakt. Wat raakte me? Was dat het midden? Is dat een soort wakka, damage wakka, ding? Wakka, wakka, wat? Wat is het midden een soort damage? Ja, het midden is damage. Oh, dat is niet goed. Kom, nee! Oh, ik ben af. Klunk. Hey. Kom op. Ben je al af? Hij is af? Ja. High risk, high reward. Nee! No. Ik gebruikte jouw recovery. Ja, godsamme, oké. Okay. Wie zou je graag naakt willen zien? Als in iedereen op de wereld? Nee. Oké. Wij doen maar iemand die we allemaal kennen. Ja. Iemand die we allemaal kennen, maar ik kan dus geen actrice opnoemen. Nee, dat kan ik. Nee, die ken ik niet. Mensen in onze groompies. Ja, nee, maar dat is zo kut. Ja, maar het mag ook op aanhang zijn. Mensen buiten de groom, maar het moet wel een beetje leuk zijn. Link. Omdat ik hem al naakt heb gezien in IJsland. Nou, je hebt een pielenmuis niet gezien. Nee, die was heel klein door de kou. Ja, maar je kou. Ja, nee, maar je hebt een volledige vorm nog niet. Je hebt zien wel volledig ja, maar nee, oké, maar Link telt niet, want je hebt hem al naakt gezien. Ja, maar what the fuck? Mijn vriendin. Die heb je ook al naakt gezien. Ja. Nou, dat weet jij niet. Oh ja, jij is minderjarig. Minderjarig. Okay, nee, dat had ik me voelde. Ja, 125%. Piranti-play. Als we nu al gewoon alleen het maatje van Duncan killen is, joh. Dan ben ik toch fuck. Als je, ook, als je in het midden komt, dan Nee! Ah, je maatje is hier! Die zit daar op andere hij plekken. Fuck. Hey, rot op Link! Ah! Nee! Oh, yes. I'm already lost. Let op! Oh nee! Oh, hij zit die bal te gooien. Met maatje! Waar is hij? Die is dood! Oh, kut. Oh mijn god. Ja, maar ik ben er echt als het is het begin. Jozef! Oh! Die was sick! Yeah. Die was heel sick. Ik heb mijn maatje weer! Yo! Yo, die. Oh! What the fuck? Ik boor je gewoon door dat level heen. Get the hell out of here. Heb je wel eens gedacht aan vreemdgaan? Nee. Zou ik ook zeggen als zij hier zat. Beter dan een heerlijke schoonzoon, jongen. Ik heb heel veel. Ik heb wel eens een nachtmerrie gehad dat ik dan vreemd ging. En dat was zeg maar, het was een seksdroom. Dat ik gewoon seks had met een andere vrouw. En die nacht, het was dus eigenlijk een droom. En die switchte heel snel in een nachtmerrie. Omdat ik daarna gewoon die realisatie had van fuck, ik ben vreemd gegaan op Nicky. Alles ging fout in mijn hoofd. En dan moest ik het aan haar vertellen of moest ik het niet vertellen. Oh. Mass panic. En dan werd ik zwetend wakker. Oh. En toen oké, dat is een droom. Vreemd gaan. Wat een lieve grote Godverdomme. Roselina en Scooter. Ouwe, ik ben fucking Roy. Oh. Yo mens, mijn Roy list in games now. Welkom weer terug bij een nieuwe Roy. Hij is wel roodharig. En... Oh, wat? Wow. Ik sprong in de center en dat killde me! Ja, de center is dodelijk. Het killde me instant. Een dodelijke center. Nee! Ik ben ook neer! Duncan, hoe kan je? Duncan killde mij! Hij killde mij! Hoe dan? Ja, gewoon met een up attack of zo. Ik was letterlijk net gespannen en hij killde me. Wat is de eigenschap die je van jezelf zou willen veranderen? Dat ik altijd te laat ben, vooral.
Met alles. Toch wel? Ja, toch wel. Toch wel. Ja. Is dat dingetje dat je heel graag wil veranderen? Ja, dat zou ik wel... Doe er dan, godverdomme, kijk je maar uit! Ik werk eraan! Het is al veel minder dan voorheen! Ik ben tegenbouw! Hij was eerst 4 uur te laat op het strand. Ik was vandaag maar 2 uur te laat. Ik ben heel trots op mezelf hoe het gaat de laatste tijd. Wat vandaag? Ik heb Inkling. Die is ook best wel prima. Link is echt de ultimate. Zo ultimate is ook niet... Oh, wacht, kijk eens jongens! Nee, dat kan niet. Ongeplekken. I'm a smash your ass. Oh! Yo, zo is dat volledig in beeld. Ik heb Duncan eruit gesmashed, en hard ook. Dat is wraak, Duncan. Nee, Joost. Nee! Oh! Oh, nee! Oh, nee! Ik ben eruit. Joost! Ik deed nee, ik deed mijn upje te vroeg, kut. Het was te laat. Smash your pass. Nee! Oh, hij draaide! Center! Oh. Hula hoop of victory! Wat is het gekste dat je is overkomen tijdens de seks? Ja, maar hij is minderjarig. Ja, ik denk dan ook. Maar hij komt er wel heel makkelijk onder. Ik denk hele agressieve kutscheten is wel. Hele agressieve kutscheten. Wat was de vraag ook alweer? Nee, maar het raarste wat er is overkomen tijdens de seks. Het is gewoon, terwijl je er zeg maar gewoon in gaat, dat het dan gewoon. Dat het de scheten zijn en je voelt het, weet je wel. In de vacuums. Ja, maar dat is gewoon daar. Dat zijn geen scheten. Scheten komen uit je anus. Nee, maar kutscheten. Oh, hele agressieve kutscheten, ik snap hem. Oh, ik snap hem ook niet. Ja, ik ging helemaal. Oh, moet je nee, ik bedoelde die kutscheten. Vaginale scheten, ja. Oh, netjes. Okay. Dit is een family friendly show weer. Okay. Ja. Wetenschappelijke term. Dat is, dat is waar. Ja. Ja. Maar ja, ik denk dat het niet heel veel gekker wordt dan dat. Saai. Saai. Nou, Link, vertel. Kunnen we die vraag krijgen van Link? Joost, ik wil zijn gekste ervaring weten tijdens de seks. Dus we moeten maar even... Maar niet mogen geen zelf. Nee, wij zijn niet degene die de vraag stellen hier ook. Nee, dat geen weet zelfde ik. Vraag. We doen zonder vraag. Hey, dubbel vraag. Zonder terugvraag. Ik ben nu al af. Ha! Ik denk Wat meen je dan? Wacht, ik heb een leuk idee. Oh, ik weet wat je wilt doen, Link. Ik ga er hier. Nu ben ik mee in het leven. Yeah. Nee! Nee. Link is gone. Nick, maak je vragen van Nick maar van schreef. Ah, Duncan, je bliksem is zo mee. Zo sterk, ik kan ook onderaan al gewoon doen. De bliksem is zo sterk. Ah, kut. We did it. Oh my god. Niet te veel te spammen. Zou je de partner van een vriend van je doen? Maar ja, welke? Ik weet ook al wie ik weet het niet. Ik weet wie jij wil. Dat was weer de vraag van welke. Oh, welke? ik weet al wat je gaat zeggen. Ze heeft een kinderdroom. Wow, wat? Oh, shit. Wow, dat is niet wat ik dacht dat je ging zeggen. Dat was ik dacht van helemaal iemand anders. Nicky was heel enthousiast opeens. Ja, je zit altijd de geil op roos. Oh, wow. Daar komt ie. Zit ik de geil op roos? Ja, je had het een beetje. Een beetje geil op roos. Wist je dat Ronald Nicky niet zou doen? Nee, wat, ja, waarom niet? Dat wil hij niet. Hij zei dat hij maar niet zag zitten. Wat is de grootste afknapper bij een vrouw op uiterlijk gebied? Uiterlijk gebied? Ik wilde namelijk naar roken gaan, maar nee, okay. Niet innerlijk. Uiterlijk is erger. Heel goed. Dat is een goeie. Spicy meatball. Als het te lang is. Maar langer dan ik vind ik niet fijn. Kan? Ja, dat is wel. Ik hou gewoon van kleiner, het liefst 5 centimeter of zo. Dat is een keer. Stop! Ga verder! Hey. God damn it! Vind je het nog een leuke video? Die gaat echt zonder context. Ja, die gaat er. Hopelijk blijven jullie met oortjes. Duncan, hoe lang heb je het liefst de pik van je partner? Ik hou gewoon van kleiner, het liefst 5 centimeter of zo. Hey, het ik is ben Donkey Donkey. Donkey. Jongens, ik ben een bol. Ik heb zoveel spikes. Oh, dit is helemaal kut. Ah. Nou, tot zover is hij dood. Nou. Ik ben ook dood. Hey, ik was al ouwe, deze makker is ook al aangeglibberd. Ja, die is echt niet chill. Oh. I went full on spike. Hij is wel dood. Ouwe, fuck Richter gewoon. Hij glibbert zo erg. Lekker slim, loser. Ja, echt niet leuk. Oh. Doorheen! Oh, ik wil een B doen, want dan had ik je geraakt. Maar omdat ik sprong. Hij deed het doorheen. Wat is je raarste gewoonte? Ik schud met mijn hoofd om in slaap te komen. Okay. De spijs staat 3%. Oh, Jiggly! Nee! Ah. Ouwe, als je iemand laat slapen, dan ben je echt mijn badass. Wat is slapen? Is dat dan B? Nee, dat is een B. Okay. Zo, je had me bijna, maar je gaat zelf ook dood. Nee, hij kan er niet koppelen. Yeah. Stink Duncan. Wat nou? Nee, hij is glibberig! Fucking glibber, man! De glibber killt me elke keer weer.
I am the sleep of death. Oh! Nee, ja, even! Nee, je was nog in de vulnerable. Oh, ik heb Duncan gekild. Ik heb Duncan gekild. Oké. Fucking centerman, I can't have this. Ja! Oh, ik kreeg meteen aan de span, gewoon bam gedaan hier. Heb je ooit wel eens iets gedaan waar je op de dag van vandaag heel veel spijt van hebt? Stream preview met de opnames. Stream preview aanzetten met de opnames van Mid Milan. Oh, letterlijk omdat ik stream preview had gedaan met de opnames met Milan, heb ik 2 seizoenen Enzo Knol Survival gemist. Oké, voor de mensen die het niet snappen. Milan moest de Survival van Enzo Knol overnemen. Hij ging met ons allemaal opnemen, want we waren team DD. Iedereen deed het goed, behalve ik, want ik was vergeten. Ik deed stream preview, waardoor mijn cam niet was opgenomen. Vertelde hij aan Enzo hoe de opnames bevielen. Zei hij bij mij dat het eigenlijk wel kut was, omdat ik mijn stream preview had aangegeven. Gedaan. En toen ging hij dus de malse makkers doen met jou en Jer. Wij deden het gewoon goed. Want hun deed het goed. En niet met mij, want ik was kut. Want ik deed altijd een streambriefje aan. Ja, je had het echt beneukt. Daardoor heb ik de eerste 2 seizoenen van de Minecraft. Maar je bent nog zo'n klein joch. Niemand boeit jou nog, zeg maar. Je moet jezelf bewijzen. Ja. Joost gaat het bewijzen door niets opnames aan te zetten. Dat werd me niet vergeven. En terecht. De kut! Fuck sakes. No. De kut duo is wel chill. Ja, ik kan lekker fladderen. En je kan B gebruiken. Oh. Ik ben niet onnodig. Ik ben ook al dood. Hey, maar hoe ben jij nou dood, Joost? Ik kom in het midden terecht. Oh. Alweer. De barrel. Nee! Nee! Kudus! Jongen, die van Wolf was echt helemaal ruk, jongen. Hij had al een kleine jump. Oh! Heel nice! Heel nice. Gamer. Duncan. Wie van je vrienden zie je het liefst falen op werkgebied? Wow! Als in als een subs kwijtraken, gestrijkt worden, iets in ieder geval. Echt een vriend? Ja. Gewoon fuck yeah. Fuck yeah, gewoon! En verlaat me ook al om überhaupt op vakantie te gaan. Sinds die gaming community uit is, helemaal veranderd. Ja. Ben je ook Jair nog steeds niet, waar ik nog steeds boos ben aan bij Jair? Ik had een keertje voor in het jachtseizoen met hem opgenomen. En toen ging die echt binnen 10 minuten viel die dood. Het was een hele saaie aflevering. Dus toen zei ik, ga hem niet uploaden. Toen wilde ik heel graag een nieuwe opnemen. Ik wilde niet met hem opnemen. No. Wat doe je met mij? En daarom is er nooit een Fortnite jachtseizoen met Jeremy online gekomen. En dit tot de dag van vandaag. Oh, maar jij gaat zo lekker met zijn kanaaltje. Ja, maar daarom gaat mijn kanaal gewoon heel kut. Ik bleef het allemaal op je her. Jezus. Ik heb ook nog wel een leuk vraagje voor de kijkers. Als je moest kiezen op welke van deze 3 je zou abonneren, wie zou dat dan zijn? Oh. Laat het eventjes weten in de reacties als je maar 1 iemand mocht kiezen. Maar 1 iemand. En doe vooral even een duimpje omhoog. Vergeet vooral niet de video in de beschrijving te checken. Want dan deed ik het samen met Don, was ook hartstikke leuk. Tot de volgende video. Gezellig dat je er waren, jongens. Ja, dat is leuk. Hartstikke leuk. Ja, bedankt voor het kijken naar Joost of de Waarheid. Later.